gerecht maken met witlof, zowel koud als warm. Een combinatie. Ja, witlof, of in België zeggen ze ook wel eens witloof of Brusselsloof, chicorée de Bruxelles. Nou, wat gaan we maken? We gaan een gekaramelliseerde witlof maken en dan met een krokant blaadje van witlof in het ijs. Hoe gaan we te werk? We snijden de kontjes van de witloof en het puntje. Het zijn hele bittere gedeeltes. En we hebben hier, zie je, de kern. En die doe ik heel voorzichtig eventjes eruit. Want ik vind dat niet zo lekker. Die is net iets te bitter. Zo. En dan gaan we hele dunne ringetjes snijden. Die ringetjes laten we heel. Dus we gaan hem niet door de helft snijden. We laten hem heel. En ik heb een bakje ijswater. Dat leggen we hier. En dan doen we een heel klein beetje citroen oversprenkelen. Kijk. En we gaan een paar blaadjes maken. Ook weer hetzelfde. Kontje voorzichtig eraf. Alleen de puntjes laten we nu zitten. En de kern snij ik ook weer even voorzichtig eruit. En ik moet een kontje nu wel iets korter houden, want dan laten de blaadjes los. Zie je het? Nu kan je ze heel voorzichtig mooi pellen. En als je voelt dat je ze niet kan pellen, die komt er nu aan. Dan denk ik, ja, dan snij je het kontje weer een klein stukje verder, want hij hecht zich. Kijk eens eventjes. En dan krijg je mooie blaadjes. Dan leggen we deze even in het ijswater, want dan worden ze wat krokanter. En dan blijven ze ook weer mooi blank van kleur. En het ijswater en natuurlijk met de citroen. En we zetten hem er even apart. Dan gaan we de witlofreepjes karamelliseren. Klontje roomboter in een hete pan. Ik vind het altijd lekker om gezouten boter te gebruiken, want dan hoef je in principe geen zout meer toe te voegen, maar heb je gewoon natuurlijk zout. Suiker erin. En ik heb de witlof en een beetje citroen gelegd, dan is het lekker om daar een zoet appeltje aan toe te voegen. Maar je hebt Granny Smith's, je hebt een Pink Lady, maar Granny Smith is te zuur. Dit is een Pink Lady, beetje zoet. En die gaan we mee karamelliseren. Gezamenlijk met de witlof. Dus je krijgt een zoetje en een zuurtje tegen elkaar in. Ja, dat is qua smaak uniek. Maar heel rustig even bakken. En laat hem maar eventjes een minuutje of 4-5. Lekker karamelliseren. Kijk eens eventjes, een mooie goudgele kleur. Doe hem heel even in het kommetje. Heb je alvast de blaadjes uit het ijswater even uit laten lekken. Mooi op een bordje gedresseerd. Dan met een lepeltje. À la minute. Vullen. Ja, en het is ideaal te gebruiken bij sowieso vis, vlees en ook vegetarisch. Je kan hem zo snacken. Zelfs als je bijvoorbeeld een barbecue buiten hebt. Ideaal gerecht. Nou, wat is het? 10 minuutjes. En klaar. Eet smakelijk.